Jullie hebben lang op moeten wachten, maar hier is weer een nieuwe vlog. Ik ben in Zweden en voor wie mij volgt, die weet het wel. Ik ben op dit moment maandenlang op reis in een camper door Europa om zoveel mogelijk mooie foto's te maken. En af en toe probeer ik een beetje vlogs te maken. Het vloggen is een beetje lastig moet ik zeggen, want ik doe veel aan wild kamperen. En dan heb je niet altijd beschikking over stroom en internet. En mijn laptop houdt ongeveer anderhalf uur, max 2 uur, dan is hij leeg. Dus ja, het editen en ook nog foto's bewerken, ja, dat is allemaal lastig. Dus het vloggen schiet een beetje bij in, heb ik het idee dit jaar. Maar ik ga natuurlijk wel proberen om zoveel mogelijk vlogs te maken. Ik heb ook geen idee wanneer jullie deze vlog zien. Want de kans is groot dat ik dan zelf alweer veel verder ben. Waarschijnlijk ben ik al niet eens meer in Zweden. Ik heb hier een heel leuk plekje gevonden. Hier achter mij zie je een hele mooie grote steen, rots, met een mooie boom ernaast. Die wil ik eigenlijk gaan vastleggen, maar niet vanaf hier, maar vanaf een stukje hierachter. Want dan heb ik een mooi uitzicht op deze boom en rots. Er liggen dan in het water nog wat stenen. En dan met de ondergaande zon die hier voor mij ondergaat, ja, dan moet dat denk ik wel een leuk plaatje op gaan leveren. Dus ik ga even naar die kant toe en dan ga ik daar mijn camera neerzetten. En gaan we eens kijken of er een mooie plaat in zit vanavond. Nou, ik weet het niet hoor. Dit is, het ziet er niet heel spectaculair uit vanavond. Dus eigenlijk hoef ik mijn camera al niet eens aan te doen. Maar we wachten nog even af. Misschien zit er toch nog wat in. Het is in ieder geval wel een hele mooie plek hier. Qua compositie echt mooie stenen op de voorgrond. En achterin heb je die boom met die grote rotsblok waar ik het net over had. Het kan wel, qua foto zou het hier wel heel mooi kunnen. Maar ja, dan moet het wel allemaal een beetje meewerken. Ik had natuurlijk het liefst vanavond afgesloten met een mooie foto. Maar ja, dat zit er gewoon niet in hier. Maar, ik heb toch een aantal leuke foto's om te laten zien aan het eind van deze vlog. Want ik was een paar dagen geleden in Denemarken. In het plaatsje Middelfart. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Een kustplaats aan de Baltische Zee. En daar heb je een hele mooie lange steiger die de zee in loopt. En het was bewolkt, regenachtig, harde wind. Dus ik denk van, ik ga niet vloggen. Maar ik vond het toch wel een uitdaging om daar een foto te maken met lange sluitertijd. En een uitdaging werd het, want door de harde wind bewoog mijn camera de hele tijd. Waardoor, ja, met lange sluitertijd je natuurlijk bewogen en onscherpe foto's krijgt. Maar na veel pogingen is het me toch gelukt om daar een aantal leuke foto's te maken. En die voeg ik even toe in deze vlog. Dus dan is toch misschien de teleurstelling een beetje verzacht dat ik hier vanavond op deze toch een mooie plek geen foto heb weten te maken. Dus die foto's ga je zo zien. Wanneer de volgende vlog gaat komen weet ik dus echt niet. Zoals ik al eerder zei, het hangt heel erg af van stroom en internet. Dat zijn eigenlijk de grootste redenen waarom het een beetje lastig wordt om te vloggen. Qua foto's, ik heb heel veel accu's voor deze camera mee, dus qua foto's heb ik iets meer
stroom, zeg maar, om foto's te maken. Dus hou mijn social media goed in de gaten. Mijn Instagram, Facebook, Flickr, mijn website natuurlijk. Daar zullen regelmatig wat foto's voorbij komen. En ik hoop ook af en toe een vlog te kunnen maken, zodat ook op, hier op YouTube wat leuke dingen voorbij gaan komen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.